Ik neem aan dat u op de hoogte bent van dat het vandaag de dag van de persvrijheid is. En ik ben blij om te zien dat ondanks de issues die we gehad hebben in de afgelopen periode, maar ook de positieve benadering die de regering Santokki heeft gehad met betrekking tot overleg, openheid, transparantie en continu delen van informatie. Ik stel gewoon vast dat wij gelukkig, het is nog niet helemaal goed, maar redelijk goed scoren op die internationale index. We zijn verhuisd en met blijheid van de 48e plaats naar de 28e plaats. Dat is dus 20 punten positief. En dat is denk ik een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik zeg niet dat het alleen aan de regering heeft gelegen, maar het is aan de hele samenleving. Dus ik wil iedereen daarmee feliciteren. Ik zeg nogmaals, we zijn er nog niet, maar we zijn wel nadrukkelijk verbeterd in onze benadering van media en persvrijheid. Laat me gelijk ook zeggen, als u die website gaat bekijken, dan gaat u meteen zien dat, en u gaat wijzen, dat helaas de media en wij ook veel werk nog hebben om precies aan te geven hoe onze kaart er niet uitziet. Want zij hebben het verkeerd afgebeeld. Dus ook aan u een taak om de mediaorganisatie globaal te wijzen dat dit niet de kaart van Suriname is. Wij letten erop en we gaan er wel een punt van maken en kenbaar maken aan de organisatie dat wij een andere kaart hanteren. Maar ik denk dat het een positieve boodschap is dat we 20 punten omhoog zijn gegaan op de ladder van persvrijheid. En dat is een goede zaak.